Dit is de stad Auckland en die ligt op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. En dat ligt weer op meer dan 24 uur vliegen van Nederland. ...25 kilometer noordelijker ligt Long Bay en daar staat het ouderlijk huis van Thomas Heijs, die op zijn derde met zijn familie naar Nieuw-Zeeland emigreerde. In Long Bay gaat Thomas naar de middelbare school en volleybalt hij op het strand en ook in de zaal. Maar na zijn examen besluit hij op zijn 18e om de Maori-kunst te verruilen voor het peert van Ome Loeks. Ja, mijn plan halverwege mijn middelbare school was altijd om volleybal te blijven spelen. En ik kon in Nieuw-Zeeland niet hoger spelen. Dus ik wou ergens anders naartoe gaan. En de eerste opties waren Canada of Amerika. Maar daar had ik ook contacten. En dat was mogelijk. Maar toen heb ik gekeken naar Nederland, omdat ik hier ook paspoort had. En dit was eigenlijk een veel betere optie. Ik kwam veel beter uit. Dus het niveau hier vind ik ook hoger dan Amerika. Dat zeggen mensen hier ook, zoals Steven, dat zegt hij ook. Dus dit was de beste optie. En dan de studie daarbij. Was het volleyballen eigenlijk het belangrijkste en toen kwam de studie of lag het andersom? Ja, nee, zo precies. Ja. Naast het volleyballen bij ABN Lycurgus is Thomas dus fulltime student aan de Hanze Hogeschool. Daar volgt hij de opleiding tot fysiotherapeut. Op zich is dat geen onpraktische combinatie, want af en toe maken zijn teamgenoten al handig van zijn diensten gebruik. Wel levert het vaak lange dagen op. Maandagochtend sta ik dan om 6:30 op. Zo. En dan ga ik om 7:00 kracht trainen. En dan kom ik terug van kracht trainen, ga ik snel ontbijten en dan ga ik naar school. Dan ben ik klaar met school om 2:30. En dan ga ik even eten, weer. Ik eet ook tussen school in. En dan ga ik weer trainen om 3:30. 4:00 begint de training. Dan trainen we tot ongeveer 7:00. En dan kom ik thuis, ga ik eten maken en dan ga ik naar bed. Hoe goed is dat te combineren, zo'n hbo-opleiding en topsporten? Ja, tot nu gaat het prima. Ik heb alles gehaald. Een beetje settling in duurde wel een poosje. De taal eerst, ik kon al 75% verstaan of zo. Maar praten ging heel moeilijk. Dus dat was het moeilijkste, vind ik. En al mijn familie weer zien. Ik kende ze wel van naam en gezicht een beetje. Maar of ik ze echt kende, dat... Daar kwam ik pas achter later. En naar Groningen komen was wel moeilijk, vond ik. Omdat ik dan weg van de grote deel van mijn familie was. Maar een neef van me woont hier ook. Dus die heeft me veel geholpen met studie en al die soort zaken. Ook op de trainingen had Thomas wel even tijd nodig om in te burgeren. In het begin was het best wel wennen. Ik kon af en toe wel meedoen voor een puntje of zo, maar de consistentie was er nog niet. Dus ik moest, je merkt gewoon direct dat ik maar 2 uur per week trainde in Nieuw-Zeeland. En hun hier altijd 10 uur per week. Dat merkte ik meest. Ik kan me voorstellen dat vooral die uren, dat het een grote overgang was. Ja, klopt. Maar dat vind ik juist leuk. Daarom wou ik hier komen om veel meer te trainen en veel beter te worden. Dat beter worden betekende ook een andere positie in het veld. Van passer loper switchte Thomas naar de diagonaalpositie, waarop hij moet concurreren met Gino Naarden. Nou, hij is duidelijk beter. Dat weet iedereen wel. Maar I'm catching up, I hope. Dat bleek in januari in de belangrijke competitiewedstrijd tegen Zwolle. In die wedstrijd kwam Thomas voor Gino in het veld en sloeg hij uiteindelijk het beslissende punt binnen. Toen heb ik 2,5 sets gespeeld. Jammer dat Gino niet zo goed speelde, maar ja, leuk voor mij dat ik eindelijk iets kon laten zien van mezelf. En het ging goed, vond ik. Voelde dat voor jou ook als een soort doorbraak? Ja, ik vind van wel. Ik zoek nu voor meer speeltijd. En die speeltijd kwam er ook in de resterende wedstrijden van de reguliere competitie. Samen met zijn team bereidt Thomas zich nu voor op de play-offs, die binnenkort van start gaan. Vorig jaar zaten we er ook dichtbij, maar dit jaar vind ik dat we echt een kans hebben om nummer 1 te bereiken.